welkom bij de nieuwe video. Hey, hallo en welkom jongens. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag sta ik hier weer met Robin in een map van een kijken. Dat is even lang geleden. Ja. Deze map is gemaakt door J-Hond Games, Z-Wolf Games, F-Hond Games en iemand die... Arika! Arisia! Echte naam is onbekend. Hetzelfde voor Z-Wolf Games. Laten we gewoon lekker beginnen door op de knop te klikken, oké? Ja. Jij mag klikken. Oké. Doe dan. Oeh, verhaal. Daar gaan we. Verhaal. Ja, verhaal. Ik dacht dat er meer zou komen. Gast, kijk hoe groot dit is. Kijk dit, wat voor megaschip we zitten. Daar is de aarde. Kijk hoe ver we van huis zijn. Het is niet normaal, hé. Weet je nog dat we daar... Eigenlijk. Weet je dat we daar nog ooit waren, daar? Ja. Goeie lang oude geleden. Tijd. Goeie oude tijd terug op aarde. Hé, ik open het boek hier. Jij hebt ook een boek, ik wil. Doe jij die een, ik doe de ander. Ja. Alle schipbewoners. Plop! Plop is de schipbewoner! Plop, Bob, Pursley, Mubbert, Destiny, Midney, dit zijn ze weer. Oh nee. Robin, ik krijg echt flashback. Jongens, voor jullie, echt bijna een jaar geleden hadden we ook video's van deze kijkers opgenomen. En die hadden precies deze karakters. Dus ben je nou benieuwd, kijk die video's dan ook even. Ash, Boter, ouwe man. Ouwe man had met zijn voorstelbroekjes. Arthur, Gerard, Jessica. Dat zijn de bewoners. Oh nee. Wat heb jij? Hetzelfde. Hetzelfde, de bewoners. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou laten we even kijken wat we hier doen. Ik vraag het me af. Dit is... A, A B, B, C. C, oké. Okay, we zitten soort van hier al... Wow, ik wist niet dat je op deze ladders kon klimmen. Dat is cool. Laten we eerst door A gaan, Robin. We openen deur A hier. Ik denk dat dat het beste is om met het alfabet te beginnen. Oh, wacht. Het is zo'n space deur. Snap je? Je wordt eerst helemaal afgeblaakt. Kijk, snap je? Dan wordt de zuurstof en schoongemaakt. Zo, dus ik denk dat we even opnieuw moeten gaan. Ik denk het ook. Hier. Oh, ja, dan moeten we hier gaan we reinigen. Naar binnen. Dan gaan we reinigen inderdaad. Kijk, gaan de deuren dicht. Komt-ie. Hoppa. We zijn gereinigd, gast. Dit is zo'n goed detail. Nou, dan lopen we er doorheen. Hoppakee. Ja, ik ben altijd al space... hoe noem je dat? Astronaut willen zijn, weet je? Ja, ik ook. Het is mijn droom. Het is mijn grote droom, inderdaad. Wat zit hierin? Oh mijn god. Ik denk niet de bedoeling is dat we deze moet blijven staan. Dat denk ik ook niet. Laten we met Boter en Ash beginnen te praten. Oh, wat heb ik jullie lang niet gezien, Boter en Ash. Gezellig dat jullie... Dit is denk ik hun slaapvertrek, of niet? Dat denk ik ook. Wat een lekker bedje. Komt-ie. Oh, hallo. Zijn jullie de laatste groep? Ja, dat zijn wij. Ik ben Robin en dat is Max. Ja, we komen gewoon even hallo zeggen. Fijn jullie te ontmoeten. Kom op, Boter. Schatje, zeg wat tegen de aardige mensen. Boter, Boter, bloost. Hallo. Ik hoop dat we goed kunnen samenwerken. Doei. Ja, ik heb het nou, idee zijn dat, dat we toch ergens verkeerd zijn. Nee, wij moeten toch gewoon iedereen even ontmoeten. We zijn hier nieuw, Robin. Wij komen hier werken. Dat is het idee. Wij hebben zeg maar gewoon... Oh. Wij zijn een soort van de stagiaires hier, weet je? Wat is dit? Oh, dat is denk ik de kamer van Boter. Boters verzameling van boter. Met heel veel boter. Met heel veel boter, inderdaad. En boter op zijn nachtkastje, ja. En boter op zijn... Hij heeft overal boter, deze man. Maar waar is boter? Die stond daar. Boter, waar hebben we net mee gekletst? Hij was verlegen. Oh. Daar hebben we net mee gekletst, joh. Laten we gewoon even iedereen ontmoeten. Dat is denk ik wel een goede eerste missie. Hoi, Gerard. Ik ga met Gerard praten. Hey, wij komen laten weten dat de missie straks begint. Zie, we zijn gewoon even iedereen aan het kletsen. Ja, ja. Hoezo? Hij rolt zijn ogen en zegt niks. Wat een arrogante lul ben jij, Gerard. Kom, we gaan. Laten we gaan, maar. Max. Laten we scheten zijn kamer. Hoppakee. Lekker. We gaan verder. Wie hebben we hier? Pursley en Mubbert. Mubbert! Mubbert praat volgens mij nooit. Ja, Mubbert praat nooit. Hey, hallo. We komen jullie even laten weten dat de missie gaat beginnen. Oh, bedankt het ons te laten weten. Max. Ik ben Max. En ik ben Robin. Leuk jullie te ontmoeten. Ik ben Pursley en dit is Mubbert. Hallo Mubbert, zwaait. Mubbert kan niet praten. Ik hoop dat we elkaar beter gaan leren kennen. Komt helemaal goed. Ja, zeker. Nog een fijne dag. Of nacht. Ja, het is. Je weet het nooit in de ruimte hier natuurlijk, hè, of het dag of nacht is. Nee. Hoe weet je dat eigenlijk? Waarschijnlijk waar de zon op dat moment staat of zo. Ik heb geen idee. Hey Arthur! Jezus, wat heb jij een duistere met kamer hier, hè? Moet je niet eens een keer je gordijnen openzetten of zo? Raampje open doen. Wat doen jullie in mijn kamer? Oh, sorry, we kwamen alleen even hallo zeggen, Arthur. Jemig. Ga uit mijn kamer. Jemig, sorry. Okay. We gaan al, niks aan de hand. Oké. Hey, niet iedereen is even vriendelijk, zijn we nu afgekomen. Nee, ja. Misschien hebben ze jetlag. Misschien hebben ze last van een jetlag, inderdaad. Hey, Jessica. Jessica, oeh, dit is wel leuk gedaan. Een soort lampjes boven de bed of zo. Ja, juist. Noodgeval, stroom gratis nu. Laten we daar nog maar even niet aan. Daar gaan we nog niet op klikken. Huh, jullie weer? Ik kon het al raden. Jessica was inderdaad een arrogante... Oh. Wat? Waar heb je het over? We kennen elkaar nog niet. Jij bent Robin en je vriend daar is Max. Niet dom spelen. Ik snap niet waarom jullie het nog niet doorhebben. Oh! Weet je wat? Ik leg het gewoon wel uit. Waar zijn we? Wat gebeurt er? Ze legt in één keer wat uit. Wat? Welkom. Vandaag kom ik jullie
uitleggen hoe ons multiversum werkt. Want jullie snappen het voor een of andere reden niet. Oh jee. Nee, natuurlijk niet, joh! Ik ben toch geen astronaut? Leg uit! Wat? Multi... laat me uitleggen. Waarom is ze zo bedweterig altijd, Jessica? Dit is al de vierde keer dat wij elkaar ontmoeten. Elke keer doen jullie alsof er een bestaande tijdlijn is, maar dat is niet zo. Oh! Elke keer dat ik jullie heb ontmoet, waren we in een ander universum. Dat klopt inderdaad. We hebben Jessica al vaker ontmoet in het verleden. Ja, eerst met de trein. Ja. Dan die waar we in de gevangenis waren. Toen jullie de draak moesten verslaan. En nu in dit ruimteschip. Eerst dacht ik dat jullie dezelfde waren als de andere mensen met ons. Maar toen merkte ik toch langzaam dat jullie ook nog niet wisten van de andere universums. Zoals jullie Kaas hoofd gingen zoeken in jullie huis omdat Maxim een keer vermoord had. Ik heb nooit iemand vermoord. In dit universum is, nog steeds is Kaas 2 jaar dood. Oh. Maar nu dat ik zeker weet dat jullie ook herinneringen hebben, kan ik er eindelijk over praten. Oh man, dus we zijn in een multiverse zijn we beland. Ja, dat jullie op het schip zijn betekent dat er iets slechts gaat gebeuren. Dat is altijd zo, waar jullie ook heen gaan. Ja, er is altijd horror waar we heen gaan. Daarom dat ik dit zo snel mogelijk moet zeggen. Ik voel me nu wat minder alleen. Maar misschien wordt ze nu eindelijk aardig. Misschien dat dit inderdaad de story arc van Jessica is. Ik weet zeker dat we elkaar nog eens tegen gaan komen. Ja, dat denk ik ook. Dat geloof ik ook wel, Jessica. Nou terug? Ik hoop dat jullie kaas kunnen ontmoeten. Ja, Kaas hebben we nooit ontmoet. Hij was altijd dood. Het lijkt erop dat in welk universum dan ook hij altijd als eerste sterft. Jessica kijkt even verdrietig weg. Snappen jullie eindelijk wat ik aan het zeggen ben? Al deze werelden waar jullie zijn geweest zijn niet één grote verhaallijn. Nee, ze staan los van elkaar. Dus we kunnen niet zeggen, die hebben we altijd ontmoet. Dus nu moeten we elke keer doen alsof we ze opnieuw ontmoeten. Aha, ik snap hem. Ash en Boten worden altijd verliefd. Muppet kan nooit Arthur, vervelende man. Hij moet altijd stomme streken uithalen. Dus in elk universum is iedereen anders, maar toch een beetje hetzelfde. Ja, wat een levensles. Wat een levensles van Jessica hier. Ik denk dat ik liever niks wist van dit. Nu dat jullie het weten, wens ik jullie veel geluk met wat er nu gaat gebeuren. Oké, jongens, dus alles wat we al in het verleden hebben gedaan, is nooit echt gebeurd. Aha. Als ik sterf, ontmoet mij in het volgende universum. Maar Jessica, je kan ons niet zomaar zoveel informatie geven en verwachten dat we gewoon door kunnen gaan met ons leven. Ik heb al pijn. Ik kan het zeggen, ik moet even een nacht hierover slapen. Heb je niet gehad? Ja, deze kant wel, en deze wing wel. Maar Jessica komt dus aan met een verhaal die zegt, het multiversum bestaat, jullie hebben ons nog nooit eerder ontmoet, maar we zijn in elk universum hetzelfde. En volgens denkt ze dat we gewoon een nachtje normaal kunnen slapen. Jemige, Jessica. Misschien is zij wel de verrader van dit verhaal. Ah, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren hier op het ruimteschip. Ja, ik ook. Nou, gaan we weer even, hoe noem je dat, even afspoelen? Ja, even afspoelen. Ja, even komt die botergeur van ons lichaam. Even die botergeur inderdaad. Ja, Mubbert die stonk ook een beetje, vond ik. Zet maar aan hoor. Hoppakee. Hoppa. Zo, dan zijn we weer schoon. Nou, gaan we naar de B-vleugel? Ja, we gaan naar B. We zijn net schoongemaakt, hoezo moeten we nou weer schoon worden? Nee, dat is een andere slechte ruimte. Ah, andere slechte ruimte. Komt-ie. Zo. Kijk, hier gaan we weer nieuwe mensen ontmoeten. Ik heb er zin in. Moeten we weer elke kamer in? Ja, daar is denk ik niemand. Hé, wie is dit? Is dit Plop? Plop! Oh ja, Plop had natuurlijk van de kleine speeltuin. Oh, nee, wacht, dat is een ander universum. Dat is nooit gebeurd. Hey, wie ben jij? Hallo, wie ben jij? Ik ben Max en dit is mijn vriend Robin. Wij komen even zeggen dat de missie gaat beginnen. Oh, hoe leuk. Ik mag eindelijk een astronaut zijn. Hopelijk mogen we eens een missie samen doen. Ik hoop het ook, Plop. Ik hoop het ook, inderdaad. Dat was het. Nou, laten we maar gaan. Plop heeft wel een mooie kamer hier met een soort... Kijk dat uitzicht dat Plop heeft hier. Plop heeft echt het beste uitzicht van iedereen. Nou, dan is hier Mitni. Hallo, volgens mij was Mitni ook een beetje een bedwetertje. Of niet? Nee, dat universum. Hoi, ik ben Max. En ik ben Robin. En wij kwamen even laten weten dat de missie gaat beginnen. Ik zei het toch! Ah, dus jullie zijn de slagentrakken waar we... Slagentrakken? De trage slakken waar we op moesten wachten. Oké. Maar ja, leuk om je te ontmoeten, Mitni. Oké, dan gaan we maar eens verder. Kom, Max. Sorry. Ik heb een hekel aan Mitni. In elk universum waar we komen. Elke multi-universum hebben we altijd een hekel aan Mitni. Oh ja, Bob met zijn diamonds. In elk universum heeft hij altijd... Oh, jee. Altijd verliefd op zijn diamonds. Bob heeft niet zoveel te zeggen, denk ik. Nee, volgens mij ook niet. Bob wacht waarschijnlijk weer op een diamond voordat... Zou ik eens een diamond geven aan hem? Misschien dat hij dan gaat praten. Hier. Nee, Bob. Zelfs geen diamond. Ah, weet je, dan gaan we er gewoon vandoor. Daar stik hem maar in, Bob. Oh, we moeten nog naar Destiny. Destiny gaan we ook even mee. Destiny was volgens mij wel aardig. Volgens mij ook. Oh, hallo, wat doen jullie hier? Nee, wacht, jullie zijn de laatste astronauten, toch? Ja, goed geraden. Ik ben Jordi. Of was het ook weer Jordi? Ik ben Max en dit is Robin. Goed Fred geraden. Zei dat de missie nu zal starten. Oké, bedankt om het te laten weten. Kunnen jullie nu weggaan? Ik was eindelijk iets vrij belangrijks aan het doen. Oh, sorry, we gaan al niks aan het doen. Oké, tot nog eens dan. Zou Destiny de laatste zijn? Wat is dit? Nee, we hebben de oude man nog. We hebben de oude man. Oh ja, wat is dit? Zijn dit toiletten? Oh, dit zijn de toiletten. Oké. Oh, dan weten we meteen waar die zitten. Dan weten we inderdaad voor, stel we moeten even naar boodschappen. Wat een lange gang.
Ik wou net zeggen, wat doen we helemaal... Oh, wie is dat aan het einde daar? Dat zijn F1 Games. F1 Games. En X1... Inari! Ontsnappingsschip. Onder constructie. Isoleer zelf. Vergeet je schoon pak niet. Oké, nee, dan kunnen we daar nog niet in. Daar kunnen we niet naartoe. Laten we nog even de andere vleugel in gaan voordat we hier naar niet C, gaan C, toch? Ja. Wacht erbij! Wacht erbij! Ja, ja, ja. Oké, hoppakee. naar de C-vleugel. Kijken wat we hier nog kunnen doen. Hé, jeetje. Misschien dat we de oude man hier wel vinden. Ik hoop het. Die heb ik trouwens gewoon nog niet gezien, hè, de oude man. Met zijn worstenbroodjes. Dan zijn we weer schoon. Oké, wat is hier links? De eetzaal. Oh, hier kunnen we eten met z'n allen. Koffietje? Koffietje, ja, lekker, doe maar. Ik ga even kijken wat is hier. Oh, hier is de keuken. Broodjes, weet ik veel wat. Ah, ziet er goed uit het allemaal. Ja? Ja. Oh, ik ben benieuwd wat de missie is die we moeten gaan doen. Want we zijn natuurlijk voor een missie naartoe gekomen. Hé, wat doen zij hier? Hé, de ruimtepakkies. Wow. Dat zijn goede pakkies. Dit is een lift naar beneden, denk ik. Ja, maar daar gaan we nog niet iets dat? Aan doen. Is dat een meteoriet dat denk ik, of zo? Nee, dat is de raketstraal, zeg maar. De wat hem wegschiet, weet je? Oh, wow. Moeten we hier niet naartoe, denk je? Nee, nou, ik denk dat we... Laten we nog even kijken wat we hier vinden. Waar is die oude man? Ja, dat vraag ik me ook af. Zeker. Kijk hoe lang deze gang is hier. Oké, dit is een soort bibliotheek hier aan het eind. Jemig. Oh, wow, dit is echt heel cool gemaakt. Dit lijkt dit wel is de, echt heel cool. De room van Hufflepuff. Ja, inderdaad. Leuk. Maar er is denk ik niet iets wat we hier hoeven te doen, toch? Nee, nou. Ze zijn even saus zijn gelopen. Ja, dan moeten we die hele lange gang weer op. Kijk hoe ver we moeten. Nou, Fred, we hebben met iedereen gepraat. We hebben iedereen ontmoet. Behalve de oude man, we konden het niet vinden. Wat moeten we nou doen? Wat is de bedoeling? Oh jee. Hallo. Hi Fred. Wat is er? Ja, wat moeten we doen? We hebben iedereen ontmoet. We willen de missie starten. Klik op de knop. Welke, die? Ja. Oké, wacht. Zo. Zo snel klaar. Fijn. Nu kan onze eerste missie beginnen. Oeh, ik ben benieuwd wat de missie is. Ga naar het einde van de gang C. Ik hou van groen, samen met Ashboter. Daar gaan jullie dan. Bye. Wat? Oh, wacht. Ik snap het niet. Huh? Oh, Fred. Fred is uit. Nou, prima. Oké, jongens, blijkbaar moeten we naar het einde van gang C. Dan gaan we met Ash en Boter. Robin, waar ben je? Ik sta gewoon hier. Huh? Huh? Was je ook boven net? Ja, zo dacht je. Oh mijn god, oké, kom. Dan moeten we weer helemaal naar C. Daar waren we net. Ja, maar Ash en Boter, maar nu weten we het zeker. We wisten niet wat we moesten doen, maar Fred heeft het even uitgelegd aan ons. Oh ja, nee, dat hadden we inderdaad zelf nooit uit kunnen zoeken. Het was helemaal niet zo ver. We hoefden helemaal niet naar het einde. We moesten halverwege. Nee, naar het einde. Nee. Ga naar het einde van gang C, daar gaan jullie. Ik hou ja, Ash en Boter. Kijk, Ash en Boter zijn hier. Zie je? Ga naar het einde van gang C. Ja, maar dit zijn Ash en Boter. Die wachten op ons. Oh. Oké, ja maar... Zullen we gewoon klikken? Start missie 1. Kijk, dat staat er ook. Start missie 1. Oh, oké. Oké, hoppakee. Ding, ding, ding. Missie 1 gaat nu van start. Oké. Dat is mijn tekst. Ik ben Fred. Jullie leven terugkomen. Is dit gevaarlijk dan? Zegt Ash. Oh jee. Oh! Jullie stappen in en gaan nu. Doei! Oh! Robin! We zijn op missie! We zijn in een space shuttle! We zijn geland! Oh, kijk uit, hier moet je... Heb jij een helm op? De deur open. Je moet snel een helm... ruimte pakken. Oh. Waarom heb jij wel een helm op en ik niet? Nou, die moet je hier pakken. Ja, je hebt hem op. Oh, ik kan even geen adem krijgen. Boter heeft... Oké, wat is de tekst bij iedereen? Wat is die van Boter? Missie 1... Oké, dan weet je, dat is Boter's tekst. Dat is ook die iedereen heeft een missie. Missie 1. Welkom op planeet 357Q. Het is jullie doel om meer informatie te krijgen over de lokale bevolking. Ook aliens genoemd. Maar dat is beledigend voor oké, dus we moeten ze niet aliens noemen. Zorg dat de lokale bewoners niet kwaad worden. We weten niet hoe agressief ze zijn. Echt doel van de missie. Krijg DNA-staal. Veel geluk, zegt Fred. Klopt. Alien taalvertaler. Ah, oh god, Robin, dit gaat nog echt een klus worden. Oh jee. Oh, ze hebben een heel eigen alfabet. Ik ga hierheen. Gaan jullie ook wat doen als je boter of blijven jullie binnen staan? Jee, maar wij doen alles wel. Kom maar. Wee. Gast, we zijn echt in de ruimte zijn we beland. Wat cool dit. Ja. Dit is echt heel cool. We zijn gewoon legit in de ruimte beland. Oké, laten we aliens zoeken en kijken of we kunnen communiceren met ze. Wat is dit? Dit hokje hier. DNA. Oh, hier moeten we DNA in doen. Oké. Gast, de zwaartekracht is hier ook echt anders. Ja, natuurlijk is de zwaartekracht achter. Anders. Hey, ik heb hier... Oh jee. Wat? Heb je aliens gevonden? Oh, aliens. Oh god. Ze zien er best wel boos uit. Ze kijken heel boos. Oh mijn god. Zullen we met ze praten? Gewoon? Ja. Oh, ik ben aan het stuiteren. Hallo, we willen even wat vragen. Vargen bedoel ik.
Wacht, ik ga kijken wat hij zegt. Oh ja, goeie. Snel vertaal, Robin, snel. Ja, hoe moet ik dat doen? Hoe willen we dit vertalen? Gast, hij zegt iets anders nu. Hoe willen we dat vertalen? Dat is toch niet te doen? Kijk hoeveel die ze communiceren met elkaar. Oh mijn god, dit is niet te vertalen. Nee. Ja. Hij zegt ja. Wat zeg jij terug, Robin? Hoe heb je dat zo zelfs uitgesproken, Robin? Hoe kan dat? Ik snap het niet, Max. Ze praat in alientaal en de vertaling. Geef ons even de tijd om te vertalen, jongens. Alsjeblieft. Ik heb iets gezegd met DNA. DNA? Oh, jij vroeg om DNA. Ja, ik denk het wel. Oké. Niet morgen, niet nog. Jezus! Alien 2, ik snap het toch niet wat jullie bedoelen, jongens. We moeten het toch niet echt allemaal gaan vertalen, hè? Ik hoop het echt niet. Ik hoop dat we gewoon DNA van ze krijgen. Laten we die gaan zoeken. Robin, hoe snap jij wat ze bedoelen? Ja, ik snap dat gewoon. Jij hebt een masterclass alien gedaan. Ik zal het namelijk even uitleggen. Ja. Ik versta geen ene hol van, eigenlijk. Niet? Ik ben blij dat jij het vertaalt. Oei. Maakt niet uit, Max. Nee, maakt niet uit. Nee. Ik weet precies wat we moeten doen. Ja, wat doe je? Ja, ik volg je. We zijn hier dus twee ruimte volgens mij moeten we opnemen naar deze steen namelijk. Oh. En DNA zie je. Nou, wat heb je dat goed gedaan, nee. Ja. Ik ben zo blij dat jij mee bent als astronaut zijn. Ja, dat snap ik, dat snap vertalen. Ik. Ik snap dat je dat fijn vindt. Nou, stop het DNA erin. Ja, doe maar. Hoppa. Zo. Goed gedaan, ik hou van groen. Nu mogen jullie terug naar het... Wat is... Huh? Robin, we zijn teruggegaan. Wat is er gebeurd? Het is zo donker. Misschien moeten we de noodschakelaars overhalen. Oh, waar was dat? Dat was in de kamer van een van die vrouwen. Maar wacht, Fred is ook uitgevallen. Oh, we gingen terug het schip. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? We zijn teruggegaan op het schip, maar we zijn aangekomen. Alleen, kijk, al die dingen die je ziet, dat is wat in Plops kamer zat, weet je? Schip is dood! Oh mijn god, er kwam stoom ergens uit. Ik denk dat we de andere kant op moeten. Naar de noodschakelaar, die is deze kant op. Bij B of A? Ja, dat is hier. Maar er komt soms stoom hier en daar. Oh, gast, wat is er gebeurd? De eetzaal. Er is een stoel opgevallen. Oh, de eetzaal. Ik zet hem wel even half recht. Zet jij maar even recht op. Gast, ik hoop wat dat is we er nog gebeurd? Oh shit, we kunnen ons dat niet meer schoonmaken. Oh nee. Kunnen we er nog wel doorheen? Passen we nog? Ja, nog net. Oh, nee. Jeetje, Mina. Oh, wacht, Fred, gaat het nog goed met Fred boven? Nee, dat is ook geen Fred meer. Fred! Fred heeft een error gekregen. Ja, iedereen heeft een error gekregen. Iedereen heeft een error gekregen. Oh, oh mijn god! Ik schrik me kapot. Ik ben nog nooit in Minecraft zo erg geschrokken. Ik ben nog nooit door Minecraft. Mijn handen gingen ook helemaal zo. Ik schreeuwde. Oh mijn god, ik heb het warm. Oh, ik schrik me helemaal kapot. Oh, bij deze. Moeten we het nou opnieuw doen? Is missie gefaald? Waar zijn we? We zijn dood gegaan. Oh, nu moeten we opnieuw. Dus als we dood gaan... Dus we hè? Gast, ik vind het niet leuk. Ik vond het eng. Oh, ik heb mijn god. Nog nooit door zo Minecraft geschrokken. Ik schreeuwde. Maar waarom gingen we dood? Wat kwam dat door jouw fall damage of zo? Ik denk het wel. Oh, wow. Oh, pas op voor de rook niet in de leren. Oh. Oké, pas op voor de fall damage dus. Oh, mijn god. Hè? Oh. Kijk dit dan. Het is helemaal was kapot. Het een A of B? Nee, dat was volgens mij een B. Nee, wat was wel een A. Helemaal het einde in A. Een van de laatste dingen in A, volgens mij. Maar waar is iedereen ook? Iedereen is weg, of niet? Ik weet het allemaal niet, Max. En kijk, we zitten ook helemaal opgesloten in, weet ik wat allemaal. Boter is in ieder geval weg. Er staat wel een bordje. Boterverzameling van boter. Ja, oké, dat wisten we. Maar, dit kwam volgens mij uit de kamer van... Hoe heet die? Van Plop. Volgens mij was het deze kamer. Het was met die rode lampjes, weet je? Dat ik zei, zijn dit rode lampjes? Die kamer was het. Het was van Jessica, toch? Ja, volgens mij wel. Dit was van Arthur? Nee, het volgens mij was een A. We zijn in A. Ja, hier, dit is hem. Dit is de kamer. 100%. Ja. Ja, kijk daar in de hoek. Oké, ik zeg... Weer! Ik schrik weer! Waarom? Ik schrok er weer van. Maar kreeg iemand nou damage? Nee, maar we deden dus blijkbaar iets verkeerd. Misschien moeten we... Oh, de tijd was waarschijnlijk om. We moeten snel zijn. Oh shit. De oxygen is natuurlijk laag. Oh, de zuurstof. Waar moeten we in A of B? Natuurlijk gaan we dan dood. Naar A, doorrennen. Ik schrok weer.
Ik zeg ja, ook echt stom, mijn handen. Ik schiet met mijn handen, zeg maar, ik ga van mijn dingen zo. Ja, ik schaam met mijn handen raak omhoog. Het is heel dom. Oh, maar de eerste keer, ik kreeg echt een hartverzakking. Oh, wat irritant. Hoe kan je van bikers zo erg schrikken? Oh, we moeten echt door. Het is inderdaad de zuurstof die op is, die ons doodmaakt. Maar nu weten we waar het is. Oké, snel. Ik wil mee, ja? Klik erop. Gelukt? Ja, volgens mij wel. Noodgeval. Huh? Oh, mag. Waarom weer? Huh? Waarom weer? Huh? Maar nou snap ik het niet meer. Noodschakelaars. Oh, oké. Okay. Ren jij naar die? Ik zoek een andere, oké? Okay? Ja, dat is goed. Ik denk in B. Niet in deze? Nee, ik zou niet weten waar anders. Oh, jezus, dat stoom. Dat is zo'n goed detail, hè? Ja. Alsof gewoon leidingen en weet ik veel wat van die rookdingen kapot zijn gegaan. Maar nou ga ik niet meer schrikken, hoor. Nou ben ik er klaar mee. Nee, ik ook niet. Oh mijn god, dit gaat traag. Dit gaat heel traag. Nee, nu ga ik ook niet meer schrikken. Ik schrik wel gewoon elke keer. Omdat ik niet ja. Net omdat ik het niet had verwacht. Volgende keer schrikken we niet. Nee, inderdaad. Dus nou gewoon een keer klaar. Nou is het afgelopen. Ik ben in de kamer van Plop waar het allemaal fout is gegaan. Er ligt alleen een hoofdje op de grond en een Among Us. Maar geen schakelaar hier. Staat er niet waar die andere misschien te vinden is? Ook niet hier. Ik heb het gevoel dat er weer wat fout gaat. Maar deze is nog steeds overgehaald, dus. Heb je hem ook? Hij is haal hem nog eens over. Ja, heb ik al gedaan. Ik heb niks gevonden hier. Ik heb gekeken in de kamer van Arthur ook. Ik ga. Oh, die stuurde ons snel weg ook, inderdaad, hè? Ja. Kijk daar inderdaad anders even. Okay, we hebben voor mijn gevoel nu langer de tijd ineens. Ja. De toiletten zijn overgespoeld. Oh, ik schrik alsnog! Ik ook. Alsnog! Waar ben je? Ben je niet dood gegaan? Wel, hier. Oh, kijk. Ik kijk hier rechts wel. Ja, is goed. Ik ga wel links. Waarom schrik ik elke keer? Omdat het gewoon zo onverwachts is. Dit is de enige kamer die niet toegetakeld is. Ik heb er één! Ik heb hem! Boom! Ik heb hem. Noodgeval, stroom gratis nu. Ja. Heb jij die andere overgehaald? Ja, die heb ik overgehaald. Dan moet er één. Ah, dan is er denk ik nog één. Waar misschien ben je? In elke gang één. Dan moet er 100%. Oh. Ik schrok deze keer minder. Ja, ik wel weer. Oké, dan moeten we dus nog in B kijken. Ja, in B. Die geluiden zijn niet leuk. Nee, ja, dan zal er in elke gang één zitten. Dat hier zal zit er dan wel inderdaad. In deze kamer. Nee, ik heb niet gekeken. Kijk, ik loop wel vast. Kijk jij nog even daar? Ja. Nee, hier zit niks. Kan dat nou? Oké, Robin, jij gaat naar die ene toe en ik ga naar deze. We gaan het gewoon proberen. Oké, we gaan het gewoon proberen. Als we het tegelijk doen, dat hebben we nog niet geprobeerd, dat het dan lukt. Ja, dat is goed. Oké, ik ben bij die van mij. Ben je die van jou? Bijna. Zeg maar als je ready bent. Ja, ik ben. Oh. Oké, haal maar over. 3, 2, 1. Klik. Ik heb ook geklikt. Ik ook. Ik hoor een bijtje doodgaan. Oké. Maar er is dus wel nog. Ja, er is wel nog een derde ergens. Ja, we gaan, ja. Maar waar? Die moet wel ergens in de derde ruimte zitten. In B. Ik ga het nog een keer zoeken hier in A. Ja, dan ga ik B bezoeken. Niet te ver lopen. Nee, als we te ver gaan, dan gaan we dood. Misschien is daar wel een lek. Oh, hier! Ja! Ik heb hem! Oh! Je hebt hem? Ik heb hem overgehaald. Ja, ik heb er nog eentje hier gevonden, in de toiletten. Noodgeval stroom gratis nu. Dus we hebben er nu, als het goed is... Misschien dat we... Ja, alleen misschien moeten we die andere weer overhalen. Dat zou ik alleen raar vinden. Ook wel weer logisch, want we zijn dood gegaan. Heb je die bij Jessica nog een keer overgehaald? Ja. Oké, hier hoeven we niet meer heen. Hier, want verder dan daar is niks hoor. Zeker weten. Zeker weten. Ik denk als we die van Jessica aan het einde daar nog een keertje doen, dat het dan wel... Dat zou moeten werken. Max, ik ga de isoleercellen in. Ja? Ja, de deuren zijn hier ook omgevallen. Hier zijn we nog niet geweest. Ja, hier is er één nog. Oh, ik heb hem nog wel overgehaald. Wat, had je er eentje? Ja, ik heb hem wel overgehaald. Waar had je? In de isoleercellen? Helemaal achterin. Oh. Ja. Oké, misschien kunnen we die kant dus nu ook op. Want ik heb het idee, als we de hendel hebben overgehaald, dan kunnen we de gang in, weet je. Oh, het licht gaat aan. Oh. Hey. Oh, vergadering. Vergadering. Dus waarom zijn wij hier? Wat is er aan de hand? Wat is er met niet? Destiny is dood. Destiny. Plop. Plop en Arthur ook. Niet Plop. Wie is Arthur? Gerard? Wat hey, oude man. Hey, oude man, moeten we paniekeren? Nee, panikeren. Dat is nooit... Panikeren, sorry. Dat is nooit een goed idee. Ik ben hier uit de isoleercel. Oh, daar zat hij dus. Niks, ik hou van worst. Wat heeft dat ermee... Maar wat moeten we nu doen? Robin, even te zaken. Wat moeten we Niet er nu schreeuwen. Mee doen? Ja, sorry, Bouter. Het spijt me. Je bent zelf aan het schreeuwen trouwens, Bouter. Ja, maar nu zijn ik er weer schreeuwen. Hou je Oké, dat is genoeg geschreeuw. Sorry. Ja, dus nu wat? Ja, wat kunnen we doen?
Waar is Gerard? Daar. Ik denk dat we gewoon verder moeten doen. Wat? Alsof niks is gebeurd? Mubbert is het ermee eens. Mubbert knikt. Oké. We zullen gewoon moeten zien. Jammer, hè? Er zijn gewoon 3 mensen dood. De intercom maakt een piepgeluid. Oh jee. Oh jee. Hallo, astronauten. De stroom is terug. Ik hou van groen. Gefixt. Jullie kunnen terug op missie. Wat? Na dit gewoon weer terug op missie gaan? Laat het maar. Die computer hoort ons toch niet. Nou, terug met... Terug in het schip. We zitten in hyperspace! Wow! Dit is heel cool. We zitten in hyperspace. Ik doe even mijn rode pak aan. Ja, doe ik deze aan. Gast, we zitten in hyperspace op het moment. Wat zie ik, hé? Klik jij de knop? Fred. Hallo, astronauten. Tijd voor jullie tweede missie. Het is tijd voor de tweede missie, Robin. Daar gaan we. Ja. Nu gaan jullie naar... Mijn naam is Fred, planeet... 50097. Is dat alles? Krijgen we niet meer informatie? Nou, ik hoop van wel. Ik denk het wel. Pet, is dit het? Ik denk dat dit het is. We zitten in hyperspace. Oh, jee. Dit is wel echt cool. We gaan echt snel. We gaan heel snel. Maar wel heel lang heel snel. Ja, in de hendel hier. Oh. Ja, dat gaan we even zitten. Oh! We gingen uit hyperspace! Oh, we zijn op aankomst! Wow! Okay. Wat? We gaan naar buiten. Hé, hey, vergeet je ding niet, je maskertje. Ik wil... Het is nog meer anders! Ja, ik... ik kan geen ding opdoen, Robin! Jij kan dat wel. Oh, de zwaartekracht is nog lichter hier. Wee. Plaats... Oh nee, als we maar geen parcours moeten hier. Doen. Oh god, we moeten denk ik parcours doen, maar de zwaartekracht... Oh, dat gaat misschien werken. Maar we moeten een levertje hier plaatsen, staat er. Levertje? Oké, dat is gewoon een lever waarschijnlijk. Ik gok dat we naar die planeet moeten daar. Komt ie. Oh! Oh mijn god. Die zwaartekracht maakt het moeilijk. Zullen we rechtsom? Dan ga jij linksom, ik ga rechtsom. De zwaartekracht maakt het dan makkelijker. Dat is goed. Ik wil niet vallen! Dan vallen we oneindig door de ruimte. Max, gaat het nog? Dat gaat wel prima. Ik vind dit echt geweldig, deze map. Ik vind hem echt heel leuk. Oei. Ga jij weer links? Ik zou nu mijn pad volgen, anders dan kan je niet verder daar aan het einde. Dankjewel dat je het zegt. Nee! Vind je bijna? Ja. Deze is eng. Deze sprong hier was eng. Die je nu goed doet. Nee joh. Die vond ik eng. Ik ga rechtsom. Zal ik weer linksom? Ja, nee. Jij kan wel weer linksom. Nee, je kan linksom. Dat is leuk. Dan hebben we allebei de routes gedaan. Oei. Ik hoop echt niet dat er iemand van ons valt. Oh, we moeten misschien helemaal daar naar beneden. Nee joh, we moeten naar Saturnus. Ja, daar zijn we toch. Daar zijn we bijna. Er staan allemaal bordjes daarboven. Op de ringen van Saturnus. Op de ringen van Saturnus. Oké. En nu? Ik denk dat we daarheen moeten. Oh, kijk hoe snel we gaan hier. Ik heb alleen geen helm op, helaas. Nee, ja. Die heb ik ook niet nodig. Gast, we hebben letterlijk de omroute gehad. Dus daar moesten we zijn. Oh. We hebben een heel rondje om de steuners gedaan hier. Hoppa. Ik sprong bijna te ver. Oh mijn god, ik sprong bijna door. Oké, laten we er maar op klimmen. Zo. Nou, waar zijn we aangekomen? Pijltjes deze kant op, wat staat hier? Zet even je checkpoint. Succes, oh god, laten we checkpoint inderdaad doen. Ik wil de blauwe. Zo, hoppakee, checkpoint is gezet, doe jij maar. Waarom ben jij niet geel? Je bent altijd geel. Ik heb toch een blauw pakje aan? Oké, daar gaan we. Oh, het is een dropper. Oh, maar met deze zwaartekracht is dit gewoon te doen. Ik denk dat ze niet rekening hebben gehouden met het feit dat de zwaartekracht zo is. Ik vind het een hele rustgevende ervaring hier zo naar beneden vallen op dit tempo. Zo. Wat heb je? Tijd om terug omhoog te gaan. En een levertje. Nou, klik maar op de knop. Dan gaan we terug omhoog. Met ons... Oh, daar gaan we! We hebben ruimteschoenen, Robin! Oh mijn god. Ik vraag me af hoe lang dit... Zullen we die rots daar pakken? Ik ga in ieder geval vast boven hangen. Ik ben bang dat hij in één keer uitvalt en dan vallen we oneindig naar beneden. Ga je het risico nemen? Wat doe je? Ik ga vast terug. Ik ga het ook doen. Oh mijn god, het is domme fout. Hoe lang hebben we nog? Ik weet het niet. Oh. Ik vind het geweldig. Oh mijn god. Robin, ik vind het eng. Jij gaat het niet redden. Oh mijn god. Oh, ik neem dit pad hier. Als ik daar val ik tenminste veilig. Ben je al terug? Nee. Oh, wat me vallen. Oh, ik land op de laatste rots hier. Niks aan de hand, Ik heb hem geplaatst. Nou, moeten we hem afhalen ook? Ja, gaan we. Hoppakee. Missie compleet. We hebben hem gehaald. Nou, laten we terug naar binnen gaan. Weer hier? Nee!
Ja, wat moeten we nou weer doen? Er gaat iemand vermoord zijn. Nee, ik wil niet dat er weer iemand vermoord. Vorige keer was het plop. Ik ben bang, Robin. Ik weet het niet. Max, laten we gewoon weggaan. Weggaan? Ja. Hoezo? Hoe? Hoe wil je weggaan? Er moet vast wel ergens een escape pot zijn. Nou, die hebben we gezien. Oké, kom. Ik haat het hier. Ik wil ook weg hier. Ik vind helemaal niet leuk om in een of andere multi-universum in de ruimte te zijn. Althans, ik vond de vorige universums minder eng. Ja, die trein vond ik veel leuker. Die trein was leuk. Laten we gewoon snel... Nee, dat is niet waar. Ik vind deze map ook echt heel leuk. De trein bleek ik een moordenaar te zijn. Ja, ik moest jou kiezen. En jij moest me vermoorden zelfs uiteindelijk nog. Ja, daarom vond ik hem leuk. Ja, dat klopt. En ik weet, tegenover de isoleercellen... Hoe kan dat? Wat doen we fout? Waarom worden we door die guy gepakt? Ik snap er ook echt niks van. Echt niet. Misschien dat je een bepaalde manier erheen moet of zo. Of niet samen, of juist wel bij elkaar. Misschien moeten we bij elkaar blijven. Ja, dat zijn we toch de hele tijd al. Ik liep echt achter je. Ja, oké. Okay. Ga jij eens voor. Ja. Ik loop achter je aan. Oké. Okay. Ik ben wel bang. Ik ook. Ik ben bang dat we weer gejumpscared worden. Maar we zijn er bijna, moet ik zeggen nu. Vorige keer kwamen we volgens mij niet zo ver. Kijk, als jij het vorige had, gaat het wel goed. Oké. Okay. Ontsnappingsschip. Ontsnappen! Weg hier! Oh. Weg hier. Waar zijn we? Oh! Oh! Waar ben je, Robin? Wat is dat? Oh! Wat gebeurt er? Run! Rennen, Robin! Er was helemaal een horror iets. Ik weet niet wat er met hem gebeurde. Zit hij achter ons aan? Ja, kijk achter je! Nee! Nee! Dit gaat niet overleven! Nee. Oh, nog een keer! 3, 2, 1, go! Niet achter je kijken! Ik kijk toch even. Ik kijk achter me! Doe grote het nou fout. Even niet! Doe het nou grote even fout! Niet. Oh, ik vind het oprecht niet leuk! Zo hier! Ah, ik zit vast! Ik zit vast! Rob! Nee! Plafond! Man! Wat ben je slecht hierin? Nee, je moet niet. Ik blijf hangen in een spinnenweb. Ja, ik ook. Klaar voor, Robin? Deze keer ga ik voor. Oké, 3, 2, 1. Oh, ik zie niks voor jou. Ik zie niks. Pas op voor de spinnenwebbetjes, dat je er niet in springt. Die was eng. Links, rechts, niet springen. Beetje opgegeten. Ja. Doe nou voorzichtig. Ja, maar jij... Maar ik wat? Ja, gewoon. Kunnen we niet 1 voor 1? 1 voor 1? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? We moeten gewoon om de beurt gaan. We kunnen toch niet elkaar achterlaten? Oh ja, nee. Kijk, als je open gaat, gaan we gelijk. Ja. Ik zie niks voor jou. Ik probeer aan de kant te gaan. Ik ga rechtsom. Ja, jij linksom. Links. Oh. Links. Oh, doorgaan. Ja, dit gaat goed. Oh shit. Pas op. Ja. Ja, ik heb het verpest. Mijn schuld. Shitters. Poepes. Bakkes. Go. Ik vind het eng. Het is irritant, want als je over die sterprong loopt... Want jij loopt zo ver voor. Oh, maar deze. Is dat zo? Ja. Ik ga jouw route volgen. Ja, ik ben... Nee! Max, hou nou eens op! Die spinnenwebben daar, die zijn zo moeilijk. Helemaal niet. Jawel. Nee, je moet er gewoon doorheen. Ik plant je mij van goed geluk. Ja, dat is goed. Zet je daar nou weer terug? Ja, dat is een afloop. Misschien dat daar een lege pot is. Neem jij het boekje mee? Oké, ik heb een plantje voor goed geluk. Ik hou hem in mijn handen. Ik loop echt volgens mij de goede route. Ja, ik volg jou wel gewoon. Maar ja, go. Kijk, jij bent zoveel... Jij springt hier aan het begin. Oh, nu heb ik dezelfde voorsprong als jij. En hier benutten we het ook. Ja. Oh, spinnenweb. Nee! Ik bleef er hangen. Nee, niet! Nou is klaar! Hé, hey, dus het plantje is terug. Neem hem ook mee, voor goed geluk. Het kwam dat jij het plantje nog niet had. Oh, dat is het. Doekie. Dat is het inderdaad. Ja. Boekje terug. Ja. Komt-ie, hè? Komt-ie. 3, 2, 1. Nee. Go! Wee. Oh, dit gaat goed. Rennen. Voor... Nee! Ja, daar ga ik ook even de fout in. Oh, je duwt me! Oh, Robin, ik zie niks. Ja, we gaan goed. We gaan heel goed. Dit is een record! Nee, oh shit! Hé? We hebben het nog niet. We zijn nog niet dood. Ja, dan lopen we op de berg. Wow, maar dat stukje daar is wel moeilijk hoor. Dat stukje, maar hoe moeten we erover? Moeten we over de kopwebs heen? Moeten we... Wat is er doorheen? Het ding is ook zo snel dat achter ons aan zit. Ja. Het is echt heel snel. Go! Dit wordt hem. Ik voel hem. Nu hebben we de route. Hebben we in ons kop. Is dat zo? Ja. Oh, dit is hem.
Recordtijd dit. Recordtijd. Ik denk dat we heel veel tijd verliezen bij dat spinnenweb. Maar hier. Hier moeten we misschien parcouren eroverheen. Ja. Ja, kijk, ik heb hem. Ik klik op de knop. Nee, je moest eroverheen parcouren, Robin. Ik was zo dicht bij de knop. Maar oké, dan hebben we hem nu wel eindelijk door, ja. Dan hebben we hem door, ja. Zo. Je hebt twee voor goed geluk deze keer. Ja. Zet er ook nog eentje op je hoofd hier. Wacht. Misschien dat je daar helemaal goed geluk hebt. Go! Oh mijn god, kijk een F5 af en toe achter je. Hoe, nee, oh, dat durf ik niet. Hoe dichtbij dat ding achter ons. Oh. Mimi. Ah! Spring er doorheen! Oh, Robin hield me tegen. Nee. Nee! Klisjes! Klisjes inderdaad! Klaar voor? Nee. We hebben er allebei twee deze keer. Het zijn net alsof ik twee handjes heb nu. Twee stokjes, zeg maar, met mijn vingertjes, ja. Weet je. Go. Ah, je duwt mij. Je duwt mij! Je ging inhalen. Oh, ik heb een beetje vertraging. Shit, shit, shit. Go, 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 go. Nee! Oh. Ik ben er echt klaar mee. Ja, nee, jij duwt mij de hele tijd. Ja, omdat ik sneller ben. Kijk maar, ik ben veel sneller hier. Stop met duwen, stop met duwen. Nee, je duwt hem in de kopweb. Hou op, helemaal alweer. Niet. Jawel, alweer. Nu red ik weer dit gedeelte. Oh mijn god, je hoeft hier helemaal. Je kan hier gewoon langs. We gaan even door die kopweb, maar je kan er langs. Nee. Ja, hier eroverheen, eroverheen. Ah, nee, doe ik het weer verkeerd. Oké, Robin, je kan over die kopweb heen. Ja, dat kan ik niet. Weer. Ik laat kan me, daar nee, niet nee, schuim nee, die jump die doen. Ene waar we de hele tijd overheen gaan. Oké, laat mij die doen ook. Laat mij volgaan. Volg mij gewoon, oké? Ik neem er weer een. Oké, volg je mij? Ja. Rennen, 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 rennen. Blijven rennen. Ren nog? Ja. Ah, ah. Hier, kijk, kijk. Oh. Ik blijf hangen in de... Oh, ik blijf hangen daar kun in de je niet overheen. Daar kan je wel overheen. Ik blijf hangen in de kopweb, dat was het. Ik heb er nog één. Serieus, je moet me volgen gewoon. Kijk, dit ja, is veel sneller hier rechts. Zo, dan hier langs en dan zo. Hierheen. Oh, hierheen. En dan kijk, hier gewoon doorlopen zo. Hoppakee. Oh my days. En dan hier, zo en dan hier, zo. Hoppakee. Heb je hem, heb je hem? Ja. Nee, je had kan hem niet. Dat nou? Je had hem niet. Heb je hem? Heb je hem? Nee. Weer niet, waarom ben je zo traag? Ik kan die jump niet! Allereerste poging. Hoezo allereerste poging? Kijk hoeveel Minecraft dingen ik in mijn inventory heb. We kunnen er niet meer omheen. hoeveel heb je er? Echt te veel. Hier omheen, zo. Hierdoor, er langs. Ja, ja, ja. Nee! Oh mijn god. Ah, Robin! Klik op de knop! Ik klik! Oh, Robin ontsnapt! En ik dan? Ja, jij niet. Hoezo ontsnap ik het einde? Hoezo ontsnap ik niet? Hoezo Robin ontsnapt? Omdat jij eerder op die knop klikte. Dit vind ik heel oneerlijk. Jij bent gewoon vermoord. Bedankt voor het... Bedankt om onze map te spelen. Wij hopen dat jullie het leuk vonden. Willen jullie nog een map? Absoluut. Ik vind jullie maps vind ik echt geweldig altijd. Laat zeker nog een score achter in de comments. Bouwtijd 343 dagen, 3 uur en 58 minuten en 60 seconden. Abonneer... Dat is toch nog een minuut? Wat? Dat staat toch gewoon nog een minuut? Oh ja, waarom inderdaad niet nog een minuut? En dit woordje telt niet en hashtag likjebeen. Ja, juist. Jongens, dikke shout-out naar J-Hond Games, naar Z-Wolf Games, naar F-Hond Games, naar Testers Arisia en Ghostwolf 469. Jongens, jullie kunnen een cijfer achterlaten in de reacties van 0 tot 1 tot 10. Laat me weten wat jullie van deze map vonden. Voor mij kreeg het een dikke, grote 10. Ik vond het echt een geweldige map. Ik heb meerdere keren geschrokken. Ik heb heel erg gelachen. Dank jullie wel voor het kijken, Robin. Ja, geen probleem. Vond je het nou zo leuk, jongens? Kijk dan zeker even deze video. Dit is namelijk ook een map van de kijker. Goeie aanrader om even te kijken. Misschien moet je sowieso dit hele multi-universum gewoon een keertje bekijken. En nu spreek je later. Glaasje water, tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer.